Vanmorgen in Café Tinto gaan we het hebben over een leuke familiedag van Jente, het opvoedblad. We kijken naar de kunst van Gonny en zij maakt dat rond de Joodse letter Gai bijvoorbeeld. En op zoek naar koor en orkest met Aad. Welkom bij Café Tinto aflevering 485. Een bijzonder goedemorgen, welkom bij Café Tinto. We gaan het vanmorgen hebben over een dag voor het hele gezin. Jente, dat is het opvoedmagazin, zo mag ik het wel noemen. Hè? En Petra Kok is de eindredacteur van Jente, maar natuurlijk ook betrokken bij de Jente Dag. Het is een dag voor het hele gezin. De papa's, mama's, kinderen. Ja, allemaal leuke onderdelen om te doen, voor iedereen. Ja. En hoe maak je dat boeiend en spannend, zodat zowel kinderen... Als ouders dat leuk vinden? Nou, als een ouder kiest voor een workshop, kan een kind bijvoorbeeld lekker gaan voetballen of een speurtocht doen. Er zijn ook workshops voor kinderen. Corine Oranje komt voorlezen. Ze kunnen knutselen, dingen samen met ouders doen als ze dat willen. Dus een heel gevarieerd programma. Ja, jullie gaan het bos in, hè? Ook is een bos vlakbij. We kunnen daar voetballen. We hebben een leuke speurtocht. Ja. Een feestje voor het hele gezin? Ja. De Jentedag. Ja. Nou, straks de details. Aad, jij bent dirigent en muziek, dat staat centraal in jouw leven. Ja. Nou, kwam jij op het idee, daar worden van die gelegenheidskoortjes en orkesten samengesteld om bijvoorbeeld Rustef, David Phelps te begeleiden. Klopt. Maar waarom hebben we dat niet gewoon altijd al klaarstaan? Komt er iemand in Nederland, dan trek je het orkest uit de kast en dan zeg je, jongens, begeleid de Isaacs. Ja. Ja, nou kijk, het is eigenlijk zo dat er steeds meer groepen komen, maar dan met een track. En het blijkt dat mensen het heel erg leuk vinden om live mensen te zien spelen en zien zingen. Dat is dus veel leuker, hè? Natuurlijk, dan zo'n track. Ja. En, dus we zijn op een gegeven moment, hebben we een concerttour gedaan met Marcel en Lydia. Een paar jaar geleden. En daar is dat idee al een beetje geboren, want dat was een hartstikke leuk samenwerking, plus dat de mensen heel leuk reageerden erop. Dus toen is dat idee al een beetje geboren. Toen hebben we een aantal keren wat concerttours gehad met de Hoppers, onder andere met Marshall Hall, zoals jij zei, Rustef. Ja. En die samenwerking die was buitengewoon leuk. En we merkten gewoon aan het publiek dat ja, zo'n enorme passie gaf, hè, zo'n echt orkest en een koor daarachter. En je merkte gewoon dat de artiesten daar zich helemaal geweldig in voelden. Want ja, alleen met een trekje werken is natuurlijk iets anders. Het is een wereld van verschil. Dan met een orkest van 30, 35 mensen. En dan ben je op zoek naar de bezetting voor orkest en koor. Klopt. Ja. Ja. Dus en nog veel meer. Wij mogen auditie doen. Petra, wat speel jij? Piano een beetje, maar dat is een... En je zingt ook nog een beetje. Ja. Zingen vind ik leuk. Maar. Piano en koor tegelijk, dat is weer wat lastig. Maar, en jij, Evert, wat doe jij? Een beetje gitaar en ik zing. Maar in de badkamer. Dat zingen, dat is wel belangrijk. Straks triangel, ja, dat is ook zo'n instrument. En maar onderschat het niet, hè? Ja. Daar hebben we het net over gehad, ja. Ja, dan hebben we gelijk het orkest al rond. Klopt. Gonny, je bent kunstenaar. En ik heb zitten kijken op jouw site met de merkwaardige naam Atelier de Rare Kwast.nl. Dan wil ik straks even weten waarom dat zo heet. Zeegezichten, bloemen, dieren. Je geeft workshops. En je hebt je laten pakken door de Gai, de Joodse letter. Of het Joodse woord. Joodse woord. Leven, ja. Ja, de Gai bestaat uit twee letters. De Get en de Jot. En de Get heeft ook... in het Hebreeuws hebben letters ook een cijferwaarde. De Get staat voor 8 en de Jot staat voor 10. Samen 18. En 18 is ook een symbool voor leven. Betekent ook... leven. He, als je het glas heft met elkaar, legaïm, dat weten we eigenlijk allemaal. Dat is eigenlijk doordrenkt in de Nederlandse taal en in andere talen ook. En daar heb ik me echt door laten inspireren. En eigenlijk gewoon doordat ik mijn kast op ging ruimen en dacht, daar ben ik al een jaar of 10 mee bezig. Dan wordt het toch eens tijd dat ik er wat mee doe. En er staan hier twee schilderijen naast jou.
van de gaai. Er staat een heel kleintje hier op tafel. Hier achter mij staat in onze boekenkast nog een exemplaar. Je kunt het op allerlei manieren vormgeven. En vrolijk natuurlijk, hè? Ja. Want het leven moet gevierd. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik hou ontzettend van kleur. En ja, gaai voor mij is inderdaad ook de waarde van het leven. Het is niet alleen het woord leven, maar ook de waarde van het leven. Ja. De waarde van het leven vieren. Ja. Nou, we gaan het leven vieren, ook deze morgen hier in Café Tinto. Welkom alle drie in Café Tinto. Dankjewel. Dank je. Het nieuws dat je raakt, elke dag als u kijkt, dan stelt u zichzelf waarschijnlijk ook de vraag, wat is nou het nieuws wat mij raakt? Nou, u mag dat ook met ons delen door een mail te sturen naar cafetinto@family7.nl. De vraag hebben we aan onze gasten voorgelegd en ze hebben de krant erbij gepakt. Hebben jullie nog echt de ouderwetse fysieke krant? Ja? Ja. Jij leest gewoon papier 's morgens. De ochtendkrant. Ja. En wat is jouw bericht? Nou, gisteravond had ik op televisie al een uitzending gezien over pesten. Wat ik heel interessant vond en goed dat er aandacht voor is. En vanmorgen las ik in de krant 1 op de 5 slachtoffer van pesten. En ja, dat is gewoon zo ingrijpend. En ja, dat vind ik zelf ook kinderen. En gaat dit echt alleen over kinderen? Of? Want het schijnt dat het gewoon doorgaat, ook op volwassen leeftijd. Maar dan ja, het begint, dit gaat echt over cyberpesten, Facebook. Dus dat kan anoniem en dat is, de gevolgen zijn veel groter dan je zo doorhebt. Want het blijft maar doorechoen op internet. Je komt er eigenlijk nooit meer vanaf. Ja. En ja, ook je draagt je hele leven met je mee. Dus ook in hoe je ontwikkelt. En dus ik vind het heel goed dat dat zo duidelijk wordt, dat dat heel ernstig is. En wat is het meest opvallende in dit bericht voor jou? Dat het eigenlijk, als het eenmaal op internet is, dat het er nooit meer weggaat. Dat mensen daar moeilijk van afkomen. Dat het anoniem kan. En heel ernstige dingen gezegd kunnen worden. Ja. Ze kunnen dus aan jouw naam zeg maar, hele lelijke dingen koppelen. Ja. En ga je googlen, de naam zoeken, je eigen naam, dan staan daar die vervelende berichten. Ja. Je kan er niks aan doen. Nee, je kan er niks aan doen. Nee. Ja. En ook verlaten, als je werk gaat zoeken of zo. Ja. Het blijft je gewoon En werkgevers doen dat, hè? Die gaan van wat voor figuren heb ik, hè? Soms zeggen ze dat het niet mag, maar... Ja, wordt echt gedaan. Je doet het altijd. Jullie hebben waarschijnlijk ook gegoogeld op Everton Ham voor jullie hier naartoe gingen. Ja, zeer uitgebreid, moet ik zeggen. Haha, ik niet hoor. Nee, gelukkig. Dat zou mij weer gerust. Dan weet je niet dat het mist. Het hield niet op. Dus ik op een gegeven moment ben gestopt. Maar dat bericht jou raakt, dat snap ik. Besteden jullie in Jente er veel aandacht aan dit onderwerp? Dat is weer een onderwerp apart. Het is zo groot. Het komt terug in heel veel opvoedzaken. Of je kind terecht kan thuis met verhalen van school. En hoe je zelf als ouders daarover praat als er zoiets op televisie is. Mm-hmm. Ja, belangrijk. Ja. Aad, wat is jouw nieuws? Ja, het is eigenlijk wel een triest bericht. En in Amerika, dus in de stad Kansas City, heeft een man van 73 een schietpartij aangericht in een Joods centrum. En meer en meer krijg je dit soort dingen van antisemitisme naar ons toe. De Hitlergroet, hè? Klopt. Ja. En ik ben daar heel erg mee bezig, omdat ik een aantal weken geleden samen met de ISACs, een Amerikaanse groep, jij kent het wellicht wel, in het Corrie ten Boomhuis was. En daar erg werd bepaald bij de manier waarop de Joden eigenlijk werden behandeld. Dat weet je natuurlijk uit de historie, maar op dat moment komt dat heel erg op je af. En in de tijd daarna ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen en ook eens gaan kijken, wat gebeurt er allemaal? En toen kwam dit bericht en toen dacht ik van, het houdt nooit op. Het is er nog steeds. Het is er nog steeds. En wat ik nou zo erg vind, is dat degene die dat heeft aangericht een ex-leider is van de Ku Klux Klan. Ik vind het een moeilijk woord. Ik vind het ook een hele moeilijke beweging. Kun je beter niet goed uitspreken. Nee, het is echt heel moeilijk. Ja. KKK heet het, hè? Ja. En toen ben ik eens gaan kijken en die zijn dus gelieerd aan een partij in Amerika wat bestaat uit christenen en die propageren witte christenen te zijn. White power. White power. En toen dacht ik van,
Ja, maar dit kan niet. Maar dat zijn dit geen is christenen, de wereld op toch? Kop. Ja, dat, maar ze, vanuit de profetie noemen ze zich, hè? Ja. En wat je dan ziet en wat je dan hoort, dan krijg ik zo hoog kippenvel en dan word ik zo boos. Want juist ik ken een God die voor een ieder is. Of je nou blank bent of zwart of Marokkaan of wat dan ook. De Heer is er voor een ieder. En dan kan ik me niet voorstellen dat er christenen zijn in deze wereld die zeggen van ja, maar het gaat alleen maar om de witte mensen. En dan denk ik, o Heer, ontferm u over ons, want we hebben nog heel veel te doen. Ja. Dus dat is een beetje het verhaal. Ik hoorde ook van het CD dat er weer 25% meer ja, en dat komt door activiteiten zijn. Twitter enzovoort. Ja. Klopt. Ja, het is helder dat je dit raakt. En ja, dat raakt me heel erg. Ja. En ik ben met die Isaacs, en dat is een Joodse familie, zoals jullie misschien wel weten. Ja. En ben ik een paar dagen heb ik daarmee mogen optrekken. En de ouders van Lily Isaac, die hebben de Holocaust overleefd. En haar moeder leeft nog, die is inmiddels hoge leeftijd en woont in Amerika. En ik vind het zo, het kwam zo ongelooflijk op me af. En toen zongen ze daar in die woonkamer, zongen ze Jesus Saves. In het Corrie ten Boomhuis. In de woonkamer van het Corrie ten Boomhuis. En toen dacht ik, ja hè, zo is het. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat Corrie ten Boom, jullie kennen allemaal het verhaal denk ik hè? Ja. Van Corrie en Betsy. En die zijn, Corrie is dan ook uit Ravensburg bevrijd. Betsy is daar overleden, haar zus. En toen is op een gegeven moment bij een spreekbeurt is zij een van de kampbeulen tegengekomen. Ja, en die moest zijn hand geven. Klopt. En toen heeft hij gezegd, kunt u mij vergeven? En toen zei ze, ik kan je niet vergeven, want je hebt me zoveel aangedaan. Je hebt mijn familie zoveel aangedaan. Maar uit naam van de Heer Jezus Christus mag ik je vergeven. Ja. En dat heeft zo ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt. Hè, dat je dus uit naam van de Heer Jezus Christus een ander mag vergeven. En dan moet je het ook richting deze 73-jarige man doen? Ja, natuurlijk. Want voor hoe onbegrijpelijk het ook is. Ja. Hè? Ja. Maar er is voor een ieder vergeving. De Heer Jezus Christus is gestorven aan het kruis voor een ieder van ons. En hij heeft niet gezegd, jij wel en jij niet. We hebben hem gelijk een preek te pakken, hè? Oh, sorry. Ja. Ah, dankjewel. ik heb mijn Bijbel meegenomen. Heel goed. Gordy, wat is jouw nieuws? Toen je de kachel aanstak, wat kwam je tegen? Net voor de uitzending zei je, ik lees eigenlijk niet zoveel krant, maar we steken de kachel erbij aan. Ja, dan valt het oog op een berichtje. Ja, inderdaad. Dat is waarin ik het meest de krant lees. Als ik de kachel aanmaak, dan kom ik een krant tegen en denk ik, dat moet ik toch eens even lezen. En dat klinkt misschien een beetje careless om zo te leven, maar als ik zoiets hoor wat jij me nu vertelt, dan krijg ik een knoop in mijn maag. Ja. Dan denk ik bij mezelf, dat vind ik zo vreselijk, zulke dingen. En ik weet dat het me zoveel effect heeft op mijn persoonlijk leven als ik al die dingen tot me neem. Al dat nieuws wat je tegenwoordig tot je kunt nemen en waar ik dan naar mijn gevoel ook niks mee kan. Dat het gewoon domweg niet altijd goed is voor me om dat te doen. Begrijp ik. En soms is het goed om te selecteren. En daarom lees ik dus de krant als ik de kachel aanmaak. En voor de rest kun je gelijk korte metten mee maken. Kun je meteen korte metten mee maken, ja. Maar ook, ik probeer dingen de aandacht te geven waar ik wel iets mee kan. Mm-hmm. En dat is ook een valkuil, want soms denk je dat je ergens niets mee kunt. Ik heb geen nieuws bij me van deze week of wat ook. Maar wat me wel opviel was in Nieuwsuur van 13 maart heb ik een flits van gezien. En dat ging over de 4 en 5 mei viering. Ja. En wie we nu moeten gedenken en moeten we nu gedenken of moeten we nu herinneren. En al die dingen kwamen daarin samen. En wat me ontzettend diep geraakt heeft, wat daar een oude Joodse man, Robert Cohen, kwam in beeld. En die ging elk jaar gaat hij naar de Dam voor de 4 en 5 mei viering. En eigenlijk werd daar een vraag over gesteld, zo van ja, waarom doe je dat? En toen zei hij zo van ja, moet ik hier een reden voor opgeven? Ja. En toen dacht ik, ja, kan ik hier wat mee? Hoe ver zijn we eigenlijk
afgezakt als we niet meer kunnen en willen herinneren en van allerlei dingen erbij willen halen om ons maar te laten herinneren dat er 6 miljoen Joden om zijn gebracht. Ja. En ik wil Is dat niet reden genoeg? Ja. En dan denk ik zo van ja, ik wil niet zeggen dat je de mensen die in vredesmissies zijn gesneuveld, dat je die niet moet gedenken. Maar als wij dit enorme leed, die 6 miljoen mensen, als we dat niet meer genoeg reden vinden om te gedenken, dan is er iets aan de hand. En mijn eerste gedachte was, ja, wat kan ik hiermee? En toen dacht ik, ja, ik zou het niet weten, niks. En toen dacht ik, ja, dat is van de zotte dat ik dat denk. Ja. En toen dacht ik, dat heeft mij dus ook gebracht uiteindelijk om deze gaais te gaan schilderen. Oké, okay. Vandaar. Vandaar dat ik deze gaais ben gaan schilderen. Het leven. Zullen we er straks verder over praten? Dat is het nieuws wat jullie raakt. Ja. Als er nieuws is dat u raakt en u wilt het met ons delen, stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. We gaan in gesprek met Petra Kok. Zij is eindredacteur van het magazine Jente. En 3 mei dan organiseren jullie de Jente-dag. Een hele creatieve dag voor ouders en kinderen. Je kunt gaan picknicken, heb ik begrepen. Je moet wel zelf je picknickkleedje meenemen. Daar zorg je daar niet voor. Eten wordt verzorgd, ja. Ja. Zo'n dag, hebben jullie het vaker gedaan of is het de eerste? Het is de eerste keer en daarom is het ook bijzonder. Jente bestaat nu 1,5 jaar in deze vorm. En we wilden eigenlijk een dag creëren waarop we onze achterban ontmoeten. De lezers, kijken wat ze vinden, wat er leeft. Gewoon een, even peilen wie zijn we. En dat zij ook bij ons kunnen kijken van wie zit er achter de Jente. Ja, voor mensen die het niet weten, Jente was voorheen het aan de hand opvoedmagazine. Ja. En dus in die zin bestaat Jente al bestaat langer. Al veel langer, ja. Maar we zijn echt het enige blad voor christelijke opvoeding in Nederland. En we zijn gewoon helemaal een nieuwe stijl hebben we gekregen en vernieuwd. Dus, ja, en daar hoort onder andere de Jente-dag ook bij. Ja. Wat hebben jullie voor julliezelf als doel gesteld? Kennis maken met Jente of zeggen we nou, nee, maar we hebben daar ook allerlei andere ideeën achter. Ja, daarmee willen we natuurlijk promoten waar Jente voor staat. En dat is een ontspannen manier genieten van je gezin, van elkaar. Ja. En daar ook God als onze maker en bedenker van het gezin. En dat we daar met z'n allen mooie dingen bij doen. Dus we hebben hoe je God het geloof kan integreren in je gezinsleven. We hebben workshops, aandacht voor geloof op geloofsopvoeding. Er komen Corine Oranje komt voorlezen. We gaan gewoon van alles doen. Ja, en dat is in Hotel Belmont. Dat is in de bossen tussen Ede en Lunteren. Dat is natuurlijk een hele mooie plek waar je ook de bossen in kunt trekken. Ja. Dus het is naast voorlezen is het ook voor de kinderen, kun je het bos in en daar avontuur beleven. Ja, Belmont is het een 50-50 hotel van het Leger des Heils. Mm-hmm. En het is gewoon een hele mooie omgeving. Het hotel zelf is heel mooi. Maar je hebt daarnaast ook dat de kinderen en ouders, dat je gewoon even lekker de natuur in kan. Gewoon de bossen in of even lekker voetballen. We hebben ook een tent waar nagels gelakt worden. Dus we hebben voor ieder wat wils. Ja, heel breed. Dus een meidendeel en een... En als jongens dat willen, ook prima hoor. En als we dat is wat minder gebruikelijk dat jongens hun nagels laten lakken. Ja. Alhoewel, mijn nagels zijn vaak gelakt door mijn dochter. Ja. Om even wat te testen en zo. Maar prima toch, dan leef ik me graag. Mijn zoon vroeg ook nagellak op wel eens, zeg maar. Ja, ja, waarom niet, eens een keer. Opvoeden, hè? Het lijkt soms dat het zo'n vrouwending is. Als mannen zijn we niet een beetje afwezig als papa's? Ja, we willen natuurlijk allemaal heel graag, en heel veel papa's natuurlijk ook, betrokken zijn bij opvoeding. En als Jente hebben we wel in ons vooronderzoek gezien dat het toch vrouwen zijn die in de eerste plaats magazines en boeken over opvoeding kopen. En dat wel aan hun man laten zien van kijk, interessant.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zullen er vast heel veel vaders zijn die zelf daar in de eerste plaats de kar trekken. Ja. Maar vaders zijn wel onmisbaar. Vaders hebben wel een hele grote rol. Ja. Toch wel belangrijk. Tuurlijk. Ja. Jij bent weer blij dat je het hoort. Hè? Ja, ja. 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 Had je een bevestiging nodig? Ja, een klein beetje wel. Nou, soms is het goed om bevestiging te krijgen, ja, alsjeblieft. Ja. Maar dat betekent, als je zo'n dag organiseert, moet je daar wel rekening mee houden, of niet? Ja, dat vaders ook welkom zijn en zich welkom voelen. En ze kunnen bijvoorbeeld voetballen met hun kinderen. Maar ze kunnen ook een workshop volgen of een geloof doorgeven. Dus er is eigenlijk van alles voor vaders ook te doen. Ja. Ja. Wat zijn de leeftijden voor kinderen? Kun je ook met je tieners er naartoe komen? Of zeg je van nou, we houden een beetje rekening met leeftijdsgroep basisschool of zo? Ja, vooral basisschool. En ik kan me wel voorstellen dat ook tieners het leuk vinden om mee te gaan. Maar we hebben echt, de hoofdmoot is gewoon basisschoolleeftijd. Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Voor een tienerdoelgroep is het erg ingewikkeld om iets leuks te organiseren. Moet je weer andere dingen bij gaan halen. En je moet ook niet te breed willen zijn. We willen gewoon dat je een leuk dagje uit kan, ook met het hele gezin. Dus dat je geen oppas hoeft te regelen. Kijk, tieners die redden zichzelf vaak ook wel op vrije dagen. Die blijven lekker thuis. Ja, jullie gaan maar lekker. Ja, willen soms niet eens meer mee, vaak niet eens meer mee. Ja. En dus ook kun je toch, je hoeft niet te denken, oh, ik wil een dag weg. En dan wat moet ik met de kinderen doen? En neem gezellig mee. En ik neem mijn dochter van 7 ook mee naar die dag. Dan moet ik werken en zij gaat van alles doen. En het is gewoon leuk, ja. Ja. Wat hoop je dat aan het eind van de dag de ouders meenemen? Natuurlijk hun kinderen, maar... Een hele positieve gevoel, dat ze opgebouwd zijn, dat ze contact hebben gemaakt ook met andere christelijke ouders, dat er goede gesprekken zijn geweest en dat ze misschien leuke ideeën hebben gekregen van, oh, dit ga ik thuis ook proberen of ja, dat hoop ik. Ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel workshops, ja, van alles en nog wat te doen, ja. Geloofsopvoeding, ja, hoe geef je dat vorm? Met je kinderen Bijbel lezen. Nou, dat veel ouders worstelen daarmee. Hè? Hoe doe je dat nou? Zeker als ze wat ouder worden. Ja, ik kan niet ingaan op al die inhoud van al die workshops. Maar bijvoorbeeld, ik geef zelf een workshop van coach je kind. En met ook als insteek van, kijk eens uit wat voor gezin kom je? Wat zijn de gewoontes bij jullie? Wat heeft dat voor invloed op je gezin? Wat spreekt jouw kind eerder aan dan een ander kind? Waar voelen jullie je lekker bij om als ouders om te gaan met geloven en met je kinderen? Om gewoon om naar jezelf te kijken, om daar eens bewust van te worden. En zo kunnen een andere workshop is weer van... samen Bijbel lezen met je kind. Dus zoek een geschikte kinderbijbel die bij jouw gezin past, bij jouw kind past. Er zijn er een paar, hè, in Nederland. Ja, er zijn er genoeg kinderbijbels. Dus daar kun je, daar kun je wel een leuke workshop mee vullen. Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Ja. Wat is hetgeen waar jij nou het meest trots op bent? Dat je zegt van, nou, dat we dat voor elkaar hebben gekregen voor deze dag. Nou, al die mensen die mee komen werken. Dus we hebben ook een limonadeconcert met Ellie Zuiderveld, Elise Manna. Dat moest al bijna toen ik de naam limonadeconcert zag. Ja, ik vind dat programma gewoon heel mooi. Al die mensen die, dat je denkt, er is heel veel in Nederland. Heel veel mensen die talenten hebben, die dat echt kunnen gebruiken om geloven aanstekelijk te maken. Leuk, vlot, modern, dat het bij deze tijd past. Dus dat kan met muziek, met zo'n concert. Maar dat kan ook met leuke dingen knutselen, met leuke verhalen horen. Lekker bezig zijn met gewoon een potje voetbal. Op allerlei manieren. Ja. Daar zit een vader, hè? Ja, zeker. Ja? Van 5 kinderen. Van 5 kinderen? Ja, en 3 kleinkinderen. Dan heb ik de indruk dat je niet meer in de doelgroep zit. Nou ja, toevallig wel. Ja, want ik heb ook nog 2 kleine kinderen. Dus geen kleinkinderen, maar ook kleine kinderen. Ja. Ik heb een zoon van 8 en een zoon van 5. Ja. Okay. Dus ja, ik val nog wel in de doelgroep. Nou, misschien zie ik jou ook 3 mei. Ja, hartstikke leuk. Ook 3 mei, ja, dat is een lastige dag. Hoezo? Dan heb je een andere dan kom ik terug uit Polen, dus dat is een beetje... gaat me net niet lukken. Nee, je moet meteen doorrijden. Ja, dat kan. Ja. Maar dan wordt het wel 's avonds. Wat zou jij hopen op zo'n dag op te doen? Nou, ik denk dat het inderdaad heel leuk is om met andere ouders te praten. En om het verschil te maken tussen een gezin en een christelijk gezin. Want daar zitten nog wel behoorlijk grote verschillen in.
Onze zoons die gaan naar een openbare school. En dan is het soms best heel lastig om vanuit je christelijke visie om daar ook handen en voeten aan te geven. Want er gebeuren op zo'n school dingen waar je soms was van, ja, gebeuren op een christelijke school ook hoor, laat ik dat voorop zeggen. Ja. Maar dat je zegt van, oei, hoe kan ik daar nou als ouder mee omgaan? Hè? Ook naar de kinderen ja. die daar zitten, naartoe gaan. En dat lijkt me van zo'n dag heel erg leuk. Ja. Afgezien van een workshop of wat dan ook. Ja. Of een limonadeconcert, wat natuurlijk hartstikke leuk geweldig, is. Geweldig, een limonadeconcert. Ja, dat lijkt me fantastisch. En zeker als Ellie dat doet. Dat is, ja, dan is het ja, wel een feest. Succes van feest. Ja, absoluut. Ook Lee en Vermeulen. Ja, ook nog eens een keer. Ja. Petra, zou een antwoord gegeven kunnen worden op de vraag van hoe ga ik nou met dingen om als mijn kinderen zitten op een openbare school. Ja. En voor mij ook. Mijn dochter, ja. jongste dochter zit op een openbare school ook. Ja. En ja, dit is gewoon... prima school overigens. Ja, het onderwijs is goed, prima. Ja. Ja. En er komen ook kinderen mee naar huis die ja. niks, het geloof klopt. Helemaal niet kennen. En die zeggen, als wij bidden voor het eten, van met wie praat je? Ja. Ja. En het is heel anders dan dat iedereen om je omgeving gewoon vanzelfsprekend gelooft. Dat is voor ja. mijn dochter ook wel eens lastig. Want die vraagt mij dan steeds, gelooft die? Ja. Waarom gelooft die niet? Ja. Dus je bent al op een hele jonge leeftijd wel bezig met hele wezenlijke vragen. Met dat uit te leggen. Ja. 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 Dat is ook wel lastig hoor, vind ik, maar... Het voordeel is als je in een heel christelijke context zit, dat het zo vanzelfsprekend is. Ja. Klopt. Maar dan komen de vragen als ze 16 zijn. Ja, zeker weten. Vroeg of ja. laat kom je ja, natuurlijk ermee in aanraking dat de mensen er niet geloven. Klopt. Zo'n dag kan natuurlijk niet voor niks, hè? Nee. Nee. Dat is nou jammer. Ik ben een Hollander. Dat is nou weer jammer. Ik ben een Hollander. Dus de vraag, als je wil opgeven voor je hele gezin, wat moet je op rekenen? Nou, €15,50 voor volwassenen. Dat is inclusief eten. €6,50 voor kinderen. Ja. En tot een maximaal van €50. Dus als je een dagje Eftelingen gaat, ben je veel meer geld kwijt. Ja. En dan sta je ook heel lang in wachtrijen en zo. Terwijl ik dat ook een hele leuke attractiepark vind. Stel je... Maar die loopt dan in mijn rond. In vergelijking... maar heb je 6 kinderen? Je blijft altijd max 50 uitgeven. Ja. En dan mogen ze allemaal eten. Ja. Ja, dat is wat voor jou. Ik zag het even denken, Petra. Hoe zit dat dat ik hier rare dingen ga roepen? Nee, want het is live, hè? Dan breng ik al mijn kinderen mee. Ja, ja. En dan komen we lekker eten voor €50. Je hebt een gezinshuis, hè? Ja. Ja. Ja, stel je voor, zeg. Maar goed, je moet je wel opgeven. Ja, moet je dan site. Ook Jente lezer zijn? Nee, dat hoeft niet. Als je denkt, dit vind ik leuk, ik wil ook Jente leren kennen, want dat krijg je dan automatisch. Je leert Jente ook kennen op zo'n dag. Dan welkom, iedereen is welkom. Oké. Okay. Ja. Nou, op naar jentemagazine.nl en dan kun je opgeven. Ja. Prima, dankjewel. Graag gedaan. Wat is jouw gebedspunt, Petra, voor de kijkers? Oh, daar heb ik even helemaal niet meer aan gedacht. Heb je niet aan gedacht? Nou, denk je ondertussen even. Dan zeg ik nog eventjes. Als u denkt van, ik wil ook naar de Jentedag. Ga dan naar www.jentemagazine.nl. En daar vindt u alles over de Jentedag. Die wordt gehouden op, wat was het ook alweer? 3 mei. 3 mei. Wat goed dat Belmond. Jij dat... Ja. Ja, dat Belmond. Ja, Ede, Lunteren. Mooi. Gebedspunt, heb je er een? Wij zitten in de opvoeding. Ja, voor gezinnen in Nederland. Ja. Wijsheid in de opvoeding. Ik denk dat dat een heel wijs gebedspunt is. Absoluut. En we noteren hem. Als u hem ook noteert en is dat niet gelukt, tegen 11 zet ik ze nog even voor u op rij. Alle gebedspunten uit deze uitzending. Dankjewel. Wat betekent Pasen? Je kunt het op heel veel manieren kun je dat eventjes voor het voetlicht brengen. Maar soms kun je ook als dominee een andere weg kiezen. Gewoon de straat op en de vraag voorleggen. We kijken naar een dominee met een camera en een microfoon op straat. Wil die graag iets vragen? Het gaat over Pasen. Ja. Weet jij ook, want ik merk een beetje aan de mensen hier dat ze niet precies weten waarom er Pasen gevierd wordt. Of paasvakantie en zo zeggen mensen, ja lekker 4 vrije dagen. Zo weet jij misschien wat Pasen, waarom dat ook weer was ingesteld? Dat Jezus... Hoe zat dat ook weer, hè? Voor Pasen is een goede vraag, ja. Ja, dat vond ik ook. Geen idee. Nee? Nee.
Oh, het heeft iets te maken met de Christus. Maar wat ook weer precies? Die gaat naar hemel? Of naar de hemel. Volgens mij is hij met de Pasen is die weer teruggekomen. Nee, dat was met hemelvaart. Teruggekomen? Nee. Dat moet toch nog gebeuren? Die Pasen is die aan het kruis gegaan, volgens mij. Oké. Volgens mij. Nou, ze zeggen inderdaad dat Jezus is aan een kruis gestorven. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Ja, ik heb ze wel gehoord, ja. En dat hij 3 dagen later is opgestaan, dat hij nog steeds leeft, Jezus. Oh, dat had je nog niet gehoord? Nee. Maar ik heb vanmorgen nog met hem gepraat. Oh. Dus hij leeft echt. Oké. Ja. Oh, dit is iets bijzonders dan. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Goeie Vrijdag, dan zou hij aan een kruis gestorven zijn. Ja, nou, vaag heb ik daar een idee over, maar... Okay. En dan met de Pasen zou hij weer opgestaan zijn, zeg maar. Dat hij weer leeft, zeg maar. Van, hij, mensen zeiden van weg met die man. Maar hij was toch ietsje anders dan andere mensen. En hij is weer uit het graf opgestaan. Ja. Klinkt wel heel... Luguber. Ja, okay. Toch? Ja. Ook wel weer mooi natuurlijk. Als je zegt van er is iemand die sterker is dan de dood. Ja, dat is waar. Ja. Dat is een dominee, die ging met de microfoon de straat op. Hoe vonden jullie dat deze dominee het ervan afbrengt? Fantastisch. Ja? Ik vind het werkelijk fantastisch. Die man staat zo midden in de samenleving en die durft gewoon iedereen aan te spreken. Ik vind het echt waanzinnig. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Ja, dat is toch te gek. Dat is toch ook wat zo? Vonden jullie van die uitspraak? Ja, fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Ja. Zouden die gasten daar op straat niet gedacht hebben? Spoort die man wel? Ik kan me wel voorstellen dat een zo'n man, als je niet met het geloof bekend bent, zegt, ja, luguber. Iemand, hè, dan, en die dominee is heel open, die zegt, laat maar komen, alle reacties. Die gaat dan niet gelijk zeggen, nee, dat zit zo of zo. Gewoon horen wat de mensen zeggen. Ja, meer openstaan, dat zouden eigenlijk wij als christenen sowieso meer moeten doen. Even luisteren, wat leeft er nou bij mensen? Ja, in plaats van de antwoorden te geven op vragen die er wellicht niet zijn. Ja, ja wat ik zo mooi vond, even, is dat hij dus ook andere mensen, van andere bevolkingsgroepen aansprak. Mm-hmm. Ik denk dat het een meneer van Marokkaanse afkomst was of iets dergelijks. En dat vind ik zo fantastisch. Dat je gewoon rechtstreeks daar naartoe gaat en zegt van joh, weet je wat paas betekent? Ik vind dat waanzinnig. Je kan altijd wel het normale pad volgen van ja. Zoals wij dat nu ook doen, want wij zitten wat wij ook doen. Heel veilig. Maar in de gewoon studio. Echt een soort met van confrontatie aangaan. En inspireert het Aad? Dat je denkt van. Dan ga ik morgen. Heb je nog morgen een uurtje over? Ik heb nog wel een uurtje over. Morgen, Rotterdam in. Ja, Rotterdam in. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kom uit een traditie dat ik dat altijd heb gedaan. Ik ben opgevoed binnen het Leger des Heils. En ik kan me nog goed herinneren dat wij een openlucht samenkomst hadden voor het Centraal Station in Rotterdam. Maar dat doen jullie niet meer? Nou, dat doen ze niet meer. Ik ben inmiddels niet meer bij het Leger des Heils. Maar mijn roots liggen daar wel, ja. En mijn ouders die waren zeer actief binnen het leger. Ja. En dan gingen we zondagavond om 6:00, ik weet het nog goed. En dan ging de trom, de grote trom, die ging in het midden. En die werd dan gebruikt als zondaarsbank. Dat is misschien een uitdrukking die jullie niet kennen. Kon je knielen. Ja, een mercy seat, hè? Dat is misschien een betere uitdrukking. Heel Hollands, en dan, hè? Ja, heel Hollands, hè? Mercy seat. Als zondaarsbank. Ja, als zondaarsbank, ja. Ja. En, dan zongen we daar en dan getuigden we daar van de Heer Jezus Christus. En van de opgestaande Heer, uiteraard. Ja. En dat waren fantastische tijden. Ja. Fantastische tijden. Mocht u in Rotterdam jaren geleden ergens voor het Centraal Station een groepje gezien hebben, dan was hij groep, daarbij. Grote groep, hè? Grote groep, Evert. Kon ze. En als u misschien op die mercy seat zat, dan weet u nu precies wat het toen eigenlijk echt was. Nou, wat is Pasen? De straat op en vraag het maar. En u ontdekt wat de antwoorden zijn en misschien kunt u iets toelichten. We gaan naar de fotomix. We hebben iedere dag in de uitzending een foto, iets uit het nieuws. En die foto gaat dan in een soort pureermachine. En die wordt dan onherkenbaar. Dan na een 30 seconden kan die foto zich herstellen. Die heeft zelf herstellend vermogen. En de kunst is voor jullie om te herkennen wat het is. Kijk naar het scherm. Als je denkt dat je weet wat het is, roep dan maar. Je mag ernaast zitten en de prijs is een koekje. Ja, we zijn niet zo rijk. Het is geen staatsloterij of zo.
Ik had verwacht, Aad, dat je al had geroepen. Oranje supporters, iets, voetbal. Ja. Petra. Iets met oranje te maken. Koningsdag? Nee, het voetbal. Voetbal, ja. Ja. Wie van jullie is van plan om naar WK voetbal Brazilië te reizen? Nou, niet te reizen. Nee? Nee, je gaat gewoon kijken. Plan. Ja, als het enigszins kan, dan vind ik het wel leuk om het Nederlands elftal te zien. Nou, als ze zover komen natuurlijk. Als je nog had gewild, de FIFA bood 200.000 kaartjes nog aan. Uh-huh. En die zijn in 4 uur tijd even uitverkocht. Zo. Dus mocht je nu nog denken, ik wil erheen, kun je het schudden. Hooguit kun je een tour en ergens een hotel boeken. En dan meegenieten van de mensen op straat. Maar je komt niet meer binnen. Zo zie je maar weer. Aad is voetballiefhebber, Petra? Nee. Nee. Oh, voetballiefhebber. Heel nadrukkelijk nee. Zo, dat kwam er snel uit. Ja, heel helder. Heb je wel voetballiefhebbers in huis? Ja, ja. En ik gun ik het ook, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou. En Gonnie, voetbal? Ja, ja. Onze zoon van 12. Ja. Die vindt het geweldig om te voetballen. En ik vind het heerlijk om naar hem te kijken. Terwijl hij allerlei nieuwe trucjes uithaalt. Streetvoetbal en zo. Dus ik hou het lekker dicht bij huis. Ik ga daar gewoon naar zitten kijken. Ja, maar niet naar Brazilië? Nee. Ik ben al vaak genoeg van huis. Rust. Lekker thuis. Ja. Het was dus het kaartjes verkopen voor voetbal. 400.000 in 200.000 in 4 uur. Nou, dat is een omzet. Business dus, hè? Ja. We gaan naar social media. Er zijn een aantal Twitterberichten door ons uitgekozen. En we pakken dan tussen heel veel tweets waar soms zinnige en soms minder zinnige dingen bij zitten, er een paar hele zinnige uit. Bert Notenboom, hij stuurde de volgende tweet. Opvallend detail, dubbele punt. Jezus vraagt zijn discipelen niet om voor hem te waken en te bidden, maar voor henzelf. Was jullie dat opgevallen? Waak met mij. In mijn gedachten vraagt Jezus, waak met mij. Maar het is voor henzelf. Zodat je niet. Voor henzelf. Ja. Is dat een nieuwe invalshoek die nog niet was gezien? Ik had het idee dat Jezus ook altijd wel steun vroeg van zijn discipelen. Want hij was wel teleurgesteld dat ze in slaap waren gevallen. Steeds. Ja, kunnen jullie dan niet met mij waken? Ja. Ja. Dat het ook een beetje voor hem was. Ook, denk ik. Ja. Teleurstelling wellicht. Maar voor henzelf. Nou, we gaan het nog eens goed bestuderen. En wie weet is dit weer een nieuwe eye-opener in deze goede week. Els J. van Dijk, ik denk dat het Els van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort is, schrijft: loslaten is niet alles aan mijn wensen aanpassen, maar aanvaarden wat elke dag mij brengt. Loslaten, dat is een van onze moeilijkste dingen. Hè? We willen de dingen zo graag regelen. Staat loslaten tegenover of naast aanvaarden? Ik denk het wel. Ik vind het een heel diepzinnig, hoor. Ja, ook. Ja. Ja, hij moet even landen. Ja, dat duurt bij mij altijd even langer voordat iets landt, hoor. Dat ik denk zo van, Maar herken je hier iets in? Net zo'n koe zelf? Moet dat even herkauwen. Oh, even kauwen. Maar herken je er iets in deze tweet van Els van Dijk? Ja. Gewoon aanvaarden wat elke loslaten, dag loslaten, dat is niet het aan je eigen wensen aanpassen van zaken. Ja. Nee, juist niet. Loslaten is juist iets apart zetten, denk ik. En zeker niet aan je wensen aanpassen, want het is niet een wens van je. Sommige dingen overkomen je, die je moet loslaten, maar dat is niet een wens die je overkomt. Het is wel ontzettend moeilijk. Absoluut. Maar ook het opvoeden, hè, is dat een lastig ding? Ja, niet al je wensen komen uit, maar met het aanvaarden, ik zou ook niet alles kunnen aanvaarden. Je wilt ook wel tegen dingen ingaan of het tij keren. Maar dat bedoelt Els natuurlijk dat ook niet. Nee. Ja. Hey, in opvoeden, ik kan me voorstellen als een kind van je een bepaalde ziekte heeft of zo, dat heel lastig is. Dat je dat ook boos kan maken, dat je bitter kunt worden en zegt, dan moet je loslaten. Ja, of een andere weg kiest, of dat je denkt, oh, dat is helemaal niet goed als je dat gaat doen. Maar ja, dat moet je wel loslaten, maar dan probeer je toch wel te sturen. Ja, dus niet altijd is het aanvaarden. Niet helemaal,
Nee. Tier stuurde een tweet. Een held zijn in vredestijd is niet zo moeilijk. Maar wat ben je waard als het erop aankomt? Nou, ja. Ja, absoluut. Ik denk dan weer aan Corrie ten Boom. Onder andere. Ja. Hè? Of aan Anne Frank. Of, ja. Hoe die mensen gewoon op een gegeven moment hun leven in de waagschaal zetten voor iemand anders. Mm-hmm. Hè? En ja, dat, daar kan je nu zo over praten, zoals we in deze setting ja. zitten. Maar hoe gebeurt het als je echt in zo'n situatie zit? Ja. Hè, hoe ga je dat dan doen? Ik denk dat je dat niet kunt voorspellen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook en, niet. Maar... En ook niet te snel moet zijn om. Dat ligt nogal toch in de aard van de mens om mensen op dingen af te rekenen. Ja, zeker. Je bent zelf niet in een situatie. Nee, klopt. Je zou wel wensen dat jij dan ook in het verzet zou zitten. Klopt, ja. En misschien je zou wensen ben je dan heel bang. Ook zo ja. sterk ja. zou zijn. Ja. Hè? Nou, misschien val je jezelf ook heel tegen dat, dan. Dat is wel een van de dingen die ik me realiseer. Is oorlog, als je echt hele fysieke oorlog hebt. Of je hebt ook oorlog in de vorm van cognitieve oorlog. Zeg maar het verbale niveau of pesten, kan dat zijn? Dat, wat doe je dan? Ja. Hè, dat is zoveel anoniemer. Mm-hmm. En zoveel moeilijker om dan een held te zijn. Want velen denken bij een held, die staat op een podium en krijgt applaus. Vredestijd. Ja. Kent dat die tijd ook helden? Oh ja, absoluut. Ja? Als je moedig bent absoluut. In vredestijd, door voor je mening uit te komen of voor anderen op te komen, dan is ook moed voor nodig. Ja. Dan ben je het denk ik eerder ook in oorlogstijd. Ja. Maar heb je het in diepste wezen dan niet ook over conflict situaties? Mini-oorlogjes? Ja. Bijvoorbeeld pesten is een klein oorlogje. Ja, absoluut. Ja. En dat vergt moed. Om zelf, zoals een jongen ook vertelde, die werd zelf eerst gepest. Toen dacht hij, dat overkomen niet nog een keer. Dus die ging pesten. Oh ja. Het vergt wel moed om de situatie aan te durven zonder agressie. Of voor een ander op te komen. En dat jij misschien zelf dan het slachtoffer wordt. Maar ook als je een andere mening hebt dan anderen. Gewoon met een verjaardag of met sociaal contact. En je durft iets heel anders te zeggen. Daar is ook moed voor nodig. Ja. Ja, ik vind ook... Kijk, er zijn ook heel veel mensen... En dat is een van mijn gebedspunten ook vandaag, de mantelzorgers. Hè? Dat vind ik helden. Hè? Mm-hmm. Dat zijn ook helden. Dat vind ik helden, ja. Dat zijn mensen die dag en nacht voor een ander klaarstaan. En helden hoef je niet gelijk te denken aan mensen die een overwinning behaald hebben. Hoor. Dat zijn, maar voor mij zijn dat helden. Hè? Mensen die voor een ander klaarstaan. En die zeggen van, joh, kom op, ik neem je op sleeptouw. Dat zijn helden. Ik ga voor jou zorgen. Ja. Dat vind ik de helden van hedendaags. Ja. Als u twittert en u wilt een berichtje sturen, bijvoorbeeld over deze uitzending, gebruikt een hashtag Café Tinto. En wilt u ons volgen, dan is dat apenstaartje FAM7. Kan ik jullie nog blij maken met een aanvullend bodempje koffie? Dan geef ik even de... En jij wilde gewoon niet thee? Nee, ik heb nog water, dank je. Je hebt nog water? Ja. Mag ik hem aan jou geven, Peter, alsjeblieft? Is dit koffie? Dat is de koffie, ja. De thermoskan met de rode knop is koffie. Doe maar koffie. Zijn we nog in de uitzending? Ik ga zo met Aad Konsen praten over het idee van het vormen van een orkest en een koor. En dat niet zomaar voor de leuk, maar juist om muzikanten die in Nederland optreden. En dan kunt u denken aan David Phelps, aan Russ Steff, die een tijd geleden in Nederland was, om hen te begeleiden. Ze kunnen zingen met een backing track, zoals het heet. Dan wordt er een bandje gestart en dan zingen ze mee. Maar wat is er mooier dan met een echt orkest te spelen, niets toch? Niets mooier. Dus niets mooier. Op muzikaal gebied. Aad Konsen dacht, we moeten gewoon zo'n orkest hebben. En we moeten gewoon zo'n koor hebben. En dat moet gewoon klaarstaan. Is er een artiest in Nederland uit Amerika of waar dan ook vandaan? Waar dan ook vandaan. Klopt. We bellen ze even. Jongens, we hebben je dan en dan nodig. Ja. Maar dan moet je die jongens wel hebben en die meiden. Klopt, inderdaad. Kijk, het idee is eigenlijk ontstaan een aantal jaar geleden toen we met Marcel en Lydia een tournee hebben gehad met een orkest. Dat orkest dat heb ik 30 jaar geleid, dat is Celebrate. En ik heb contacten met Events for Christ, Sybrand Verburg, een zeer waardevolle vriend voor me.
En op een gegeven moment is dat idee geboren om groepen artiesten vanuit Nederland en uit het buitenland te begeleiden met een echt orkest. En dan orkest, niet, waar heb je het dan over? Dan heb ik dus niet over een synthesizer waar violen uitkomen, maar dan heb ik over echte strijkers. Echte strijkers? Echte strijkers. Een echte saxofonist. En een echte saxofonist, uiteraard natuurlijk, ja. Op een goed merk. En wil je, denk je dan in een beetje poppy-stijl of wat klassieker? Het wordt heel breed. De bedoeling is dat we. Hè, want we hebben natuurlijk heel veel muziekstromingen binnen de gospelmuziek. Ja, maar David Phelps is bijvoorbeeld heel orkestraal. Zijn laatste cd, dus Classic, dat hebben we dus ook mogen doen met een orkest. Hebben we hem begeleid in Aalsmeer-de-Brug. En dat is heel klassiek. Ja. Hè? Dat is niet meer de Southern Gospel, waar hij heel erg bekend van is geworden. Maar dat kunnen ook hele andere artiesten zijn. Hè? Je kan ook denken aan Emmy Grant of Sandy Petty of noem het maar op, die wellicht een keertje hierheen zouden kunnen komen. Daar droom je van, want wie zou het liefst begeleiden? Onder andere. Sandy Petty is toch wel een van de... Maar ik denk ook aan de Gated Vocal Band. Hè? En, dat is ook een groep die mij erg aan het hart ligt, zeg maar. Ja. Maar je kan ook hele andere stijlen natuurlijk. En Marcel en Lydia hebben met heel veel plezier gedaan. Marcel en Lydia Teamer. Ja, absoluut. En je kan gewoon heel breed. En dat is ook een beetje de bedoeling. He, dus we willen gewoon dat die orkestleden niet alleen maar in een vast tramien zitten van een bepaalde stijlmuziek, maar gewoon heel erg breed kunnen doen. Maar het moet van klassiek tot poppie zijn. Ja, noem het zo gek maar niet op. We, in 7 juni begeleiden we Ernie Haas met een orkest, mm-hmm. ook wel bekend. Ja. Dat is ook heel verschillend. Wel in de Southern Gospel idee, maar wel heel poppie-achtig. En het wordt dus gewoon een heel breed orkest met een heel breed koor. Daarachter van 25 goede zangers. En daarnaast hebben we dan ook nog een projectkoor, wat we per project willen gaan gebruiken om mee te gaan zingen. En stel, ik zit te kijken en ik denk, dat projectkoor, dat lijkt me echt leuk. Daar wil ik aan deelnemen. Wat moet ik doen? Dan is het heel simpel. Ga je even naar de site van Events for Christ. En dan een 4 als voor. Hè? Ja. Ja. En daar heb je een kopje. Kernkoor en kernorkest. Nou, dat doe je even aanklikken. Kernkoor of kernorkest. En dan komt het hele verhaal eruit. En dan op een gegeven moment dan krijgen we je aanmelding. En dan word je gevraagd in juni om te komen om auditie te doen. Ja. Nou, Petra die speelt piano. Ja. En zij vult het straks na de uitzending natuurlijk direct in. Absoluut. Wat moet zij dan doen om zich goed voor te bereiden voor de auditie? Nou, wat we hebben afgesproken is dat iedereen een vrij stuk mag doen. Hè, dus we gaan niet een bepaald klassiek stuk vragen aan je. Nee, je gaat gewoon een stukje zingen of een stukje spelen. En daarna kijken we dan, als we praten even over het koor, van heb je een stem die binnen een koorklank past? Mm-hmm. Hè, dus mensen met een hele heze stem of met een hele penetrante stem, ja, die vallen wat moeilijk te mixen binnen een koorklank. Dus daar kijken we natuurlijk naar. Voor muzikanten, ja, die moeten van muziek kunnen spelen. Dat is wel echt een vereiste. Dus echt bladmuziek. Ja, bladmuziek. Ze hoeven niet gelijk te kunnen spelen, prima vista. Maar in ieder geval wel de potentie hebben om dat te gaan doen. En daarnaast, en dat is wel heel erg belangrijk, is het van belang dat mensen heel duidelijk aangeven wat hun motivatie is om dit te gaan doen. Kijk, wij zoeken niet mensen die het erg leuk vinden om in een orkestje te spelen of in een koor te zingen. Nee, wij zoeken mensen die vanuit hun motivatie, vanuit hun geestdrift, vanuit hun vuur en vlam voor de Heer Jezus Christus muziek willen maken. Ja, dus een groep studenten van conservatorium die zeggen van, hey, te gek, we gaan gewoon lid worden van dit orkest. Is prima, maar de vereiste is dat ze echt willen laten zien wie Jezus Christus is. Want dat is uiteindelijk de doelstelling van deze groep. Maar speelt een gelovige saxofonist dan evangelisch-christelijk saxofoon? Nee, hij speelt gewoon saxofoon. Dat maakt niet zoveel uit. Ik werk met wat is dan het verschil saxofonist voor jou? Het is de intentie waarmee je speelt. He, je kan een stuk spelen met je muziek voor je neus en je speelt het technisch. Maar je kan ook een muziek spelen vanuit je hart. He, dus dat je bezielt, dat je de bezieling hebt om te getuigen van de Heer Jezus Christus.
En dan ga je anders spelen, dan ga je anders zingen, dan ga je ook anders dirigeren. Ja. Want dat is gewoon van enorm groot belang. Ja, herken je dat gewoon niet? Nou, ik moet heel erg denken aan een tekst die ik zelf herkoud heb, moet ik zeggen. En staat in het Oude Testament staat er in de tijd van Mozes dat er aan de tabernakel gewerkt werd met Oholiab en nog iemand. Hij wiens hart de Heere dringt. En wie vaardig is van handen. Het was niet hij die vaardig is van handen en wiens hart de Heere drinkt. Nee, hij wiens hart de Heere drinkt stond eerst. Juist. En wie vaardig is van handen, die zal ik sturen. Ja. En nou, dat is precies waar het om gaat. En ik denk dat is een tekst die in mijn leven behoorlijk is blijven hangen. Dat het in eerste instantie gaat om je hartsgesteldheid. En dat als je dat meeneemt, ook al kun je nog zo perfect zijn in heel veel dingen, ook als kunstenaar. Kunstenaars hebben vaak, en het is een kunst, hebben toch vaak, en hoe dat is gekomen, er is echt iets misgegaan, een negatieve nasmaak. Want je gaat in eerste instantie dat hart ga je ervaren. En als je dat hart ziet, als je dat hart zichtbaar kunt maken, of dat nou in muziek is, of in kunst, het schilderen van Gijs, of wat dan ook, maakt niet uit. Dan bereik je je doel. Klopt. Ja. Klopt. Maar wat jij nu schetst, Gonnie, ik hoor in de popmuziek zeggen ze, ja, je hoort daar waar iemand zwaar in de puree heeft gezeten, die muziek er zo doorleeft. Klopt. Dan zit de rauwe kant eraan. Dus mensen met levenservaring, misschien erg op hun gezicht gegaan, die spelen passievollere muziek. Absoluut. Daar ben ik van overtuigd. En is het zo dat als iemand dan Jezus volgt, dat hij op een andere manier passievoller speelt? Absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd. Dan zou je bijna met je ogen dicht zou je kunnen ontdekken of het een christen is of niet. Ik mag het je een heel klein voorbeeldje geven. Ja, ik kom vanuit het Leger des Heils traditie, dat heb ik je aangegeven. En ik heb gespeeld in de brassband van het Leger des Heils. Met heel veel plezier altijd. En er zijn ook, laten we zeggen, normale brassbands, hè, die dus brassbandstukken spelen. Mm-hmm. Maar je kan altijd horen het verschil tussen een brassband van het Leger des Heils en een gewone brassband. En dat zit hem in de beleving van de muzikanten. En dat is het uitgangspunt ook van deze nieuwe groep. Het gaat om je beleving. Ja. Wat jij beleeft. En vanuit die kernwaarden, als het ware, willen we die muziek gaan maken. Ja. Ik zag ooit in het programma bij Ivonie iemand vertellen, die gaf een workshop. Het gaat er niet om dat je de juiste noot op het juiste moment speelt. Het gaat erom hoe ga je van die ene juiste noot naar de volgende juiste noot. En daar ligt je ziel in. Daar ligt je ziel in. Ja. Ja. Hè? En als je op het podium staat, dat je beleeft wat je zingt. He, als je zingt over het ruwhouten kruis, ja, dan kan je dat niet met een mapje voor. Tenminste, dat is mijn idee. Hè? Met een mapje voor en het ruwhouten kruis. Nee, het is het ruwhouten kruis waar de Heer Jezus voor je stierf. Ja, dus dat betekent als je weet waar je over zingt, zing je het klopt. Anders. Klopt. Ja. Als je zingt van daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Ja? Dan moet ik dat zien in je gezicht. Dan moet ik dat zien. Dan moet ik uit je poriën voelen dat je dat meent. Ja. Dat Heer Jezus Christus is opgestaan. En niet van, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Mm-hmm. Want dan ben je ongeloofwaardig. Ja. En het gaat mij erom dat je geloofwaardig bent. Dat je dus op het podium staat om mensen te bereiken. En hoe vind je nou zo'n orkest? Want hoe groot moet het orkest zijn? Ja. Strijkers, pianist, saxofonist. Je praat eigenlijk over een soort van metropoolorkest in het klein. He? En dan gaat het over hoeveel poppetjes heb je dan circa? Ja, rond de 35, 40 verwacht ik ongeveer. He, dus met een strijkersgroep. En dan praat je dus over violen, altviolen, cello's, contrabassen. Maar ook over een koperblazensectie. He, dus met trompetten, trombones, horens. Een houtsectie met saxofoons, klarinet, hobo, fagot. Dan heb je wel een setje nodig. We hebben een heel setje nodig. Ja, en ook nog van alles een paar. Ja, maar een hobo hebben we er niet een paar van nodig.
Nee, maar op het moment... Ja, dan is het altijd handig. Ja, ja, absoluut. Ja, dus we laten ook niet veel meer mensen komen als het kan. Ja. Hè, om te auditeren, zodat we altijd een backup hebben, zeg maar. Ja. Ja. En, tijdens die audities moeten we ons dan voorstellen dat iedereen in de rij staat. En als je piano komt spelen, hebben jullie de piano? Ja. De rest moet waarschijnlijk zijn instrument nemen. Ja, we hebben niet een contrabas staan en ook geen saxofoon wellicht nog wel, maar een contrabas of een cello, dat is altijd wat lastiger. Ja. En dat trekt aan jullie voorbij dan? Dat trekt aan ons voorbij, ja. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Maar nogmaals, het heel groot gedeelte is het gesprek wat we voeren met de mensen, wat hun motivatie is om dit te gaan doen. Ja. Hè? En de bezieling. Voor mensen die nu kijken en denken, nou, ik vind dit wel interessant. Stel, ze zijn in juni bij jullie op de auditie. Ja. En jullie zeggen, je verhaal, jouw bezieling, het klopt allemaal. Ja. Welkom. Ja. Wanneer zouden ze dan voor het eerst iemand kunnen begeleiden? In september gaan we dan beginnen. September? En dan is het de bedoeling dat we eind dit jaar ons eerste project hebben. En is er al een naam bekend? Dat mag ik je nog niet vertellen. Dat mag je niet vertellen. Een tipje. Iets. Is het een groep, een solist? Het is. We hebben een aantal opties. We hebben een aantal opties. We hebben een Nederlands artiest en we hebben ook twee Amerikaanse artiesten. Solisten, ja. Ja. Oh, ja. En in het voorjaar. Is het toch gelukt? Het voorjaar, hij heeft het meer gezegd dan hij wilde, hè? In het voorjaar gaan we een paasproject doen met een Nederlandse muzikant. Oké, dus dat is dan het vooruitzicht wat hij heeft. Ja, ja. Heerlijk. Ja, absoluut. Ik zie ernaar uit. En ik ben heel blij met de steun van Events for Christ. En dat is eigenlijk een van de weinige organisaties die het aandurft om dit soort mensen ook naar Nederland te halen. Ja. En organiseert dat vind ik absoluut veel concerten. Top. Ja, zeer veel. Ja. Binnenkort New World Sun weer. Ja, Israel Houghton niet te vergeten. We hebben net Paul Wilbur gehad. Ja. We hebben de Isaacs gehad. Marshall Hall, West Hampton komen nog in het eind van het jaar. Nou ja, te veel om op te noemen. Ja. Je hebt niet per ongeluk een naam genoemd. Nee hoor, dat weet ik niet zeker. Krijgt het orkest nog een naam? Ja, dus als mensen nog een leuke naam weten, dan is het op dit moment nog naamloos. En het orkest en koor krijgen wellicht dezelfde naam? Uiteraard. Ja. Het Events for Christ koor. Ben jij de jury? Nee. Of heb je meer juryleden die mensen... Nee, ik heb een aantal vrienden die al heel lang muziek met mij maken. Ik heb bijvoorbeeld een vriend, dat is mijn pianist. En daar maak ik al zo'n 27 jaar muziek mee in diverse samenstellingen. Ja. En die zal daar ongetwijfeld bij zitten. En een van onze blazers wellicht. En nou ja, goed, een heel gezelschap van mensen die... Maar het moet gewoon goed en ontspannen gaan uiteraard. En we willen mensen absoluut niet zenuwachtig maken. Voor audities zijn ze altijd zenuwachtig. Je weet hoe dat gaat. Ja, oh ja, dat hoort erbij. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Dus ook goed een beetje gezonde spanning. Ja. Maar het moet uiteindelijk een hele goede basis gaan worden voor een hele mooie nieuwe groep. Ja, nou, je staat aan het begin van. Dankjewel. Als u kijkt en denkt, dit is iets voor mij of iets voor iemand die u kent, een van uw kinderen misschien, ga dan naar de website eventsforchrist.nl en daar kunt u dan doorklikken en het formulier invullen. Aad, wat is jouw gebedspunt? Mijn gebedspunt is, dat komt eigenlijk een beetje uit de situatie op het moment. Ik wil graag dat we bidden voor mensen die aan de rand van de samenleving zitten. En waarvoor? Omdat ik steeds meer in mijn omgeving dit soort dingen op me af zie komen. Mensen die door welke omstandigheden dan ook financieel aan de grond zitten. Ik las net in de krant heel veel dertigers en veertigers die waarvan hun huis of waar het gezin onder water staat vanwege hypotheken, schulden en lasten. Maar ik denk ook aan mensen die mantelzorgers zijn. Ik ken een situatie van een jongen die zijn vrouw heeft een ernstige spierziekte. Hij is mantelzorger geworden, maar heeft ook een burn-out gekregen. En dan merk je dat zo'n man, dat zo'n gezin eigenlijk tussen wal en schip terechtkomt. En in deze maatschappij leven wij dus ook. Dus dat mensen die van de een op de andere dag, kan het jou overkomen, Petra, kan het mij overkomen, dat je ineens aan de grond zit. En
van onze regering hoeven niet zo heel veel te verwachten, heb ik het gevoel van. Dus het zal meer moeten komen vanuit onszelf. De kerken spelen er natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. Want ik denk dat de kerken ook zich meer moeten gaan, nog steeds meer moeten gaan richten op de hulp naar de mensen toe. Ja. En niet alleen maar de mensen die in hun eigen kerk zitten, maar ook de mensen die daar naast staan. Ja. En daar zou ik eigenlijk een gebedspunt van willen maken. Mensen die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen, door eigen schuld, kan natuurlijk ook nog. Maar hoe dan ook, ze zitten daar en ze hebben onze bid voor hen. Gebed nodig. Absoluut. Absoluut. Bij deze. Dankjewel. De gebedspunten die worden genoemd in de loop van deze uitzending. Tegen 11 zet ik ze nog even voor u op een rij. Dit is ons gastenboek met daarin de koffiebonen. En in dit gastenboek wordt elke dag door de gasten een vraag geschreven. En de gasten van gisteren bedachten een vraag voor jullie. Mag ik hem aan jou geven, Petra? De vraag. Hij is gesteld door Manuel Hazeleger, filmmaker van de film Sons of God. Brigitte Makinje van Surf the City en Dave van der Veen, die zijn verhaal vertelde, midden in de therapie zit voor beenmergkanker, ziekte van Kahler. Ja. Dus dat was een bijzondere uitzending gisteren. Ja. En zij hebben een vraag voor jullie bedacht. Voor ons alle drie? Ja, en wat is de vraag? Wat doe jij vandaag voor een ander? PS, bijvoorbeeld een bloemetje kopen, complimentje, een glimlach of iets anders. Oké, de glimlach is al gelukt vandaag. Bij deze en gene. Het moet vandaag zijn. Maar wat doe je vandaag voor een ander? Wie brandt los? Ja. Nou, ik denk, wat doe je vandaag voor een ander? Ja, het gaat soms zo automatisch in je leven dat ik daar eigenlijk niet eens zo heel erg bij stilsta. Heb je het gevoel dat het voor jou een tweede natuur is? Of natuurlijk moet ik aandacht voor mensen om me heen hebben. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar sommige dagen heb ik wel bewust dat je iets voor een ander doet en help je een ander. Klopt, ja. Vandaag heb ik niks op het programma staan verder. Nee. Gewoon wel zorgen voor mijn gezin, maar ik ga niet speciaal iets doen. Ja. Dat is gewoon, toch? Ja. Zorg voor je gezin. Er zijn voor je gezin. Ja. En wat zou je kunnen doen voor een ander? Wat zou je willen doen? Als je iets wat je eigenlijk wel zou willen doen, maar het ontbreekt je eraan op een of andere manier. Aan tijd, aan geld, aan wie zou je dan willen helpen of wat zou je doen? Ja. Geld is geen probleem. Meer aandacht hebben voor de mensen om me heen is altijd iets waar ik qua tijdsdruk mee in de knoop kom. Gaat het helemaal niet om geld, maar gaat het om tijd? Nee, het gaat alleen om tijd en om aandacht. Ja. Mensen hebben waarschijnlijk meer tijd nodig dan geld nodig. Ik denk dat mensen aandacht nodig hebben. Ja. Ik denk dat daar een probleem in zit. Ik geloof dat mensen zo met zichzelf bezig zijn dat ze ook vergeten wat er om hen heen nog gebeurt, weet je wel. En het is heel toepasselijk. Ik heb iets bij me. Zou ik dat voor mogen lezen? Ja. Ja? Dit is de Bijbel van mijn overleden vader. En die heb ik een aantal maanden geleden van mijn moeder gekregen, die toen overleed. En daar vond ik iets in. En dit is, denk ik, een jaar of 60, 70 oud. En dit heeft mijn vader getypt op een oude tikmachine. Ja. En ik kwam dat gisteren tegen en ik dacht van, het zou fijn zijn als ik dat even toch mag vertellen. Ga je niet de hele brief lezen? Ik ga hem heel snel lezen. Het valt reuze mee, dus ik ga er heel snel doorheen. Maar het gaat even over tijd, omdat we dat nu toevallig even hebben. Ja. Het is een verhaaltje geschreven door Michel Quist, dat is een Franse priester. Heer, ik heb tijd. Ik ben uitgegaan, heer. Buiten gingen de mensen. Ze gingen, ze kwamen, ze holden. De fietsen hadden haast, de auto's hadden haast. De vrachtwagens hadden haast. De straat had haast. De hele wereld had haast. 60 jaar geleden, hè? 60 jaar geleden, hè? Ook al. Juist. Ze holden om geen tijd te verliezen. Ze joegen achter de tijd aan. Om de tijd in te halen, om tijd te winnen. Tot ziens, meneer. Neem me niet kwalijk, maar ik heb geen tijd. Ik kom nog wel eens terug. Ik kan niet wachten. Ik heb geen tijd. Ik eindig deze brief, want ik heb geen tijd. Ik zou zo graag geholpen hebben met huis verbouwen, maar
ja, ik heb geen tijd. Ik kan niet nadenken, niet lezen. Ik heb het veel te druk. Ik heb geen tijd. Ik zou wel willen bidden, maar ik heb geen tijd. U begrijpt het, Heer. Zij hebben geen tijd. Het kind speelt. Het heeft nu een tijd. Het heeft nu geen tijd. Later. De scholier moet zijn huiswerk maken. Hij heeft geen tijd. Later. De student heeft zijn lessen en zoveel werk. Hij heeft geen tijd. De jonge man doet aan sport. Hij heeft geen tijd. Later. De pasgetrouwde man heeft zijn huis dat ingericht moet worden. Hij heeft geen tijd. Later. De huisvader heeft zijn kinderen. Hij heeft geen tijd. Later. De grootouders hebben hun kleinkinderen. Ze hebben geen tijd. Later. Zij zijn ziek. Zij moeten worden verpleegd. Ze hebben geen tijd. Later. Zij zijn stervend. Zij hebben te laat. Zij hebben geen tijd meer. Zo, Heer, rennen de mensen achter de tijd aan. Ze trekken hollend over de aarde, gehaast. Elkaar verdringend, overladen, verdwaasd, overwerkt. En ze komen er nooit. Ze hebben tijdgebrek. Niettegenstaande al hun inspanningen hebben zij tijdgebrek. Hun tijdgebrek is zelfs zeer groot. Heer, u moet in uw berekeningen u vergist hebben. Er is ergens een vergissing gemaakt over de hele linie. De uren zijn te kort, de dagen zijn te kort en de levens zijn te kort. U, Heer, die buiten de tijd staat. U glimlacht wanneer u ons met de tijd ziet worstelen. U weet wat u doet. U vergist u niet wanneer u de tijd onder de mensen uitdeelt. U geeft aan ieder de tijd om te doen wat hij moet en zal doen. Maar men moet geen tijd verliezen. Geen tijd verspillen. Geen tijd doden. Want de tijd is een geschenk dat u ons geeft. Maar het is een vergankelijk geschenk. Een geschenk dat men niet bewaren kan. Heer, ik heb de tijd. Ik heb alle tijd aan mezelf, al de tijd die gij mij geeft. De jaren van mijn leven, de dagen van mijn jaren en de uren van mijn dagen. Alle zijn ze van mij. Het is mijn plicht ze rustig en kalm te vullen. Opdat u van smakeloos water een edele wijn maken. Zoals u deed op de bruiloft van Cana. Ik vraag u deze dag niet, Heer, de tijd om eerst nog dit en dan nog dat te doen. Ik vraag uw genade om in de tijd die u mij geeft bewust te doen wat u wilt dat ik doen wil. Dat ik doen zal. Dit is 60 jaar geleden geschreven. Dit is 60 jaar geschreven. Ja. Actueel. Ja. Het is nog steeds hetzelfde. En je ziet wat een papiertje het is. Ja. En het brengt mij een beetje op het feit dat we de extra mijl moeten gaan. Ja, met de ander. Die extra stap durven zetten. Klopt. Maar het kan in hele kleine dingen zitten. Terwijl natuurlijk. Je dat aan het lezen was, dacht ik aan een citaatje, heb ik ergens gelezen. Van probeer een testje, probeer eens uit. Als je over straat loopt, vriendelijk mensen te groeten, gewoon te lachen. En je zult zien dat weer terugkomt. Ja, en echt waar. Dan dat je dan nog gesprekken krijgt met mensen. Dat je die tijd even uitdeelt of laat zien van ik sta open voor anderen. Ja, het is wat anders. Kijk, als ik de weg vraag. En een meneer of mevrouw, weet u de weg? Dan zei, ja, dan moet je links en rechts. Nee, ik loop even met u mee. Ja. Ik loop even met u mee waar u naartoe moet. Mm-hmm. Ja. En dat is wat de Heer Jezus doet. Ja. Hij loopt met ons mee. Ja. Wijst niet de weg, maar hij loopt mee. Klopt. Ja. Sorry. Dankjewel. En ik zeg nog, je gaat toch niet helemaal voorlezen. Ja. Ik schrok. Dus ik vond, dit gaat wel een minuutje of 10 duren. Ja. Maar zei tegen mij, van, we hebben wat langere tijd. Ja, we hebben even iets langere tijd. Ja. We zijn, zoals u merkt, geen reclameblokken vanmorgen. Ja. Dat is door een technische storing en dan krijg je dit cadeau terug. Jullie mogen een vraag bedenken voor de gasten van morgen. En er wordt morgen onder meer over politiek gesproken. Hmm. Die vraag mogen jullie bedenken, maar dat doen we straks. Net naar de klok van 11. Dus ja, goed plan. Bedankt voor deze vraag. Een bijzondere vraag. Wat zou u doen vandaag voor een ander? Nou, de dag ligt nog voor u en er is nog allemaal moois te doen. Succes daarmee. Dan ga ik nu in gesprek met Gonny. Je hebt schilderijen meegebracht en links en rechts van jou staat het
Hebreeuwse woord gai, leven. Ja. En je vertelde in het begin van de uitzending, je was de kast aan het leegruimen. Ja. En toen viel jouw oog op iets en toen dacht je, hier moet ik iets mee, hè? Ja, ik ben eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren al creatief bezig. En met het opruimen van mijn kast kwam ik elke keer afbeeldingen tegen van gais. Toen dacht ik, ja. Spaarde je die toevallig? Of nee, die hadden we of getekend of op zijdeverf gemaakt. Of dat bewaard. In de kast gestopt. Maar je was je niet van bewust dat dat zo frequent al was gebeurd? Ja, daar was ik me niet van bewust. En ja, toen dacht ik, ja, als ik ze nou al zo lang... Er zoveel kennelijk mee gedaan heb, en ook 10 jaar geleden al. Nou, dan wordt het toch wel eens tijd dat ik er echt wat mee ga doen. En ik schrijf ook regelmatig dingen voor mezelf op. Omdat ik anders denk zo van dat ik in mijn leven niks doe. Soms is het goed om iets vast te leggen. Soms is het goed om vast te leggen. Oh ja, goh, toch wel het een en ander gedaan, toch? Ja, want je dag gaat zo snel voorbij soms. Ja. En toen merkte ik dat ik opgeschreven had in februari. Daarvoor heb ik opgeschreven dat ik eigenlijk graag meer en veel kleuriger zou willen schilderen. En dat is denk ik een jaar geleden of zo. En daarna heb ik opgeschreven dat ik eigenlijk zo graag een gaaimuur zou willen maken. Een gaaimuur? Een gaaimuur. Dacht ik, ja, gaais in allerlei vormen, ja. Maten. En dan dat is in je eigen huis? En dan mijn eigen huis is niet zo groot. Maar ja, goed. Dat was dan ook meteen mijn excuus om het niet te doen, uiteraard. Ja. En met dat excuus heb ik overboord gegooid inmiddels. Erg veel schroefjes in de muur gedraaid de afgelopen weken. En dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Ja. Je hebt nu allerlei lege plekken in die wand, want je hebt het een en ander meegenomen. Ja, ik heb ze gewoon allemaal van de muur geplukt. Ja. En het ziet er nogal bont uit hoor, al die gaais bij elkaar. En het was ook niet echt mijn bedoeling zo van om dat als dagelijkse vulling van mijn wand of zo te hebben. Omdat het ik wilde gewoon verschillende soorten gaais maken. En waarom verschillende soorten? Want als ik bijvoorbeeld, we kijken naar de gaai op de grote ezel aan jouw rechterhand. Ja. Waarom? Je bedoelt niet mij toch? Dat is aan jouw linkerhand. Waarom is deze gaai zo vormgegeven? Of is dat een ingewikkelde vraag? Zeg even, vraag dat niet. Nee hoor, dat is helemaal niet ingewikkeld. Dat weet ik gewoon niet. Je weet het gewoon niet? Nee, ik begin ergens aan dat ik denk zo van, nou, dit of dat lijkt me wel leuk. Ik ben begonnen met meswerk. Het meswerk staat daar op die rode, die karmozijnen achtergrond en die blauwe achtergrond. Ja. Omdat ik wat met het mes wilde doen. Nou, en dat vond ik gewoon heel erg leuk worden. Je hebt echt met het mes, niet met de kwast gewerkt? Nee, ik heb niet met de kwast gewerkt. Alleen maar met het mes heb ik de verf erop gebracht. En echt pure kleuren, dus niet gemengd? Pure kleuren. Ja. En dat vond ik heel leuk. Maar terwijl je ermee bezig bent, als je er nu naar kijkt, dan doet dat iets met jou. Ja. En wat zegt het jou dan? Ja, ik denk dat het voor mij, het straalt leven uit. Ja. Dat is ook dat leven. Hè, we hadden het net over als je hart je ergens toe dringt. Mm-hmm. Dan moet je het doen. En dan de vaardigheid opbouwen. Een leuk voorbeeld daarvan is een 3/4 jaar geleden stopte er iemand bij mijn deur en die belde aan. En er was een mevrouw en die zegt, ik wil een echt kunstwerk aan de muur. En het mag niks zijn. Toen dacht ik, oké. Het mag niks zijn? Het mag niks zijn. Het is een echt kunstwerk en het mag niks zijn. Nou, die mevrouw de naam genoteerd en... ingewikkelde opdracht. Toen die mevrouw aan de beurt was, heb ik die mevrouw weer gebeld. Ik zeg, mevrouw, u bent aan de beurt voor uw kunstwerk. Ik had nog nooit zoiets gedaan. En toen zei ze, nou, het komt me nu niet uit. Want mijn man is ziek geworden. Nou, ik hoorde niks meer. En later weer de bel en dan stuifde mijn vrouw langs me heen. Ik dacht, nou, ken ik je ergens van?
70 jaar, kordaat mensje. Ja, ze zegt, ik kom voor mijn kunstwerk. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt ze, mijn man gaat bijna dood. En hij wil graag zijn kunstwerk nog zien. En ze haalt uit haar portefeuille haalt ze een papiertje, ongeveer zo groot, hè, 3 bij 6 centimeter. Stort een blazertje op, dat papiertje. En het binnenste kantje van dat blazertje, dat wijst ze aan. Ze zegt, kijk, zoiets vind ik nou mooi. Toen dacht ik, zo, jij gelooft in wonderen. En dat was als het ware het labeltje achter. Het was zo groot. Het was zo groot. Ik zeg, en ze zeggen, maar het mag niks zijn. Bedoelt ze abstract daarmee? Of? Nou, dat wist ik dus niet. Nee. Ik had nog nooit enig abstract of wat ook geschilderd. Dus dat was al, was al leuk. Toen dacht ik, nou, niks. Dat kan gewoon al niet. Niks is voor de schepper. Het is want altijd... die kan scheppen ja. uit niks. Ja. En het moest iets van, het moest een beetje groot zijn, dus ik pak een doek van 70 bij een meter. Dat vond ze wat te klein. Toen dacht ik, nou, zo'n plaatje, het moet niks zijn. Ik heb een doek genomen, ik ben naar ze toe gegaan, heb ik blank boven de muur gehangen. En ik zeg, is dit de juiste maat? Dat was de juiste maat. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen zei ze zo van, het jasje wat je aan hebt, toevallig hetzelfde jasje, dat vind ik ook wel leuk. Mijn jasje over de canvas gehangen. Ik zeg, zoiets. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Want hoe kun je niets maken? Dat kan niet. Dat is een onmogelijke dat vraag. Dat kan helemaal niet. En ik heb gewoon dat wat in mijn hart was, heb ik gedaan. En dat is kleur. En... ik had zelf zoiets, ja, waarom wil je dat nog? Vlak voordat je sterft, een kunstwerk aan de muur en de man moest het nog zien. En later heb ik gehoord via de arts dat werk... hij dacht op een gegeven moment dat hij in een ziekenhuis lag. Hij was stervende. Maar hij zei tegen iedereen die binnenkwam... maar ze hebben mijn kunstwerk wel meegenomen van thuis. En het was echt een... geel, rood, blauw. Het was echt een levendig iets. En ik denk, dat is als ik ergens aan begin... dan laat ik me eigenlijk leiden door mijn hart. En dus ook dat was eigenlijk gaai. Ja. Ja. En heb je, terwijl je daarmee bezig was... en je wist, dit schilder ik voor een man die stervend is. Hoe ben je daar dan mee bezig? Ja, het enige wat ik had was wat tijdsdruk. Omdat ik heb het schilderij nat op sponsjes daar naar binnen gebracht. En zo is het aan de muur gegaan. Omdat er een bepaalde tijdsdruk achter zat. Maar voor de rest ben ik daar niet mee bezig. Ik ben meer richting mijn schepper bezig. Want ik... maar ook de vraag van schepper, wat kan ik door dit schilderij zeggen? Nee. Nee? Nee, dat hoe ik dat. Weet je, we gebruiken allemaal elektriciteit. En ik begrijp van die elektriciteit helemaal niks. En toch gebruik ik het. Dus ik hoef het niet te begrijpen om er gebruik van te maken. En kun je dan de kwast en verf vergelijken met elektriciteit? Nou, ik gebruik het niet begrijpen. Wij willen zo graag alles onder controle hebben in ons leven. Alles begrijpen, alles bevatten. En ik ben daar een levend voorbeeld van. Ik ben echt ook echt zo'n, in wezen zo'n controlmens. En dat loslaten. Mm-hmm. En dat denken ze van, nee, ik hoef het niet te begrijpen. Laat het maar gebeuren. Laat het maar gebeuren. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dat je... leven ziet, dat je je hart kunt uiten. En soms gebeuren er dingen zoals, hè, wat ik net zei, de uitzending van Nieuwsuur, waarin een oude Joodse man vertelt over de waarde van 4 mei in zijn leven, waren een paar woorden. En dat kwam zo bij me binnen. En dat laat me dan niet meer los. Ik denk zo van, ja, wij
zijn zo gewend aan het leven, maar de waarde van het leven. Mm-hmm. En dat hoop ik, of dat nu in mijn landschappen of in mijn bloemen is of in mijn gaais, over te kunnen brengen. Ja, want je hoopt dat op 4 en 5 mei heel veel mensen, als ze een gaai hebben, zet hem in het raam. Ja. Toon hem aan de wereld. Ja. In verbondenheid met het Joodse volk. Ja. Ja, ik denk zelf, wij zijn meer mensen van vieren en minder mensen van gedenken. En als je in de Bijbel kijkt, dan staat daar gedenk dit, gedenk dat, gedenk van alles. En maar hoe gedenk je? Je kunt gedenken door die 2 minuten stilte op 4 mei. Maar dat is een vrij, met respect gesproken, vrij passief gebeuren. Wat ik vaak bij mezelf merk is dat als ik iets doe, dat het langer blijft hangen. Mm-hmm. En toen ik dat programma zag, toen was mijn eerste gedachte, wat kan ik doen? Hoe kan ik dit, wat kan ik hiermee met dit nieuws? Hè? Ik zei je alsof, en ik hou niet al het nieuws bij, want het is gewoon veel te veel voor me. Toen dacht ik, ja, als wij als mensen, ieder persoonlijk, de daad zouden zetten om op 4 mei en ook op 5 mei, want daar gaat het ook om, een gaai voor ons raam neer zouden zetten. En daarmee ten eerste naar jezelf een daad stellen. Mm-hmm. Ja, want een ander ziet hem maar. Stel hem ten eerste aan jezelf een daad zo van de waarde van het leven van al deze miljoenen mensen die omgekomen zijn. Ja. Om daar uitdrukking aan te geven dat het ook gaat en juist gaat om deze mensen, om Gods oogappel. En dat dat een daad mag zijn die ook naar een ander toe zichtbaar is. We kunnen allemaal een Magen David, een Davidster, mm-hmm, in ons raamkozijn zetten. Dan weet iedereen zo van wat het betekent. Maar ik dacht zo van, nou, als je nou eens gaai doet, want gaai, daar gaat het om. Het gaat om het leven. Met een hoofdletter. Met een hoofdletter. Ja. En de levengevende. En daar kun je gelijk een getuigenis van maken. En een verbondenheid met. Het is mijn verbondenheid met. Ik mag toch hopen dat, stel je voor, hè, want je hebt natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar dan zie ik niemand, want ik woon in een flatgebouw. Nou, mijn part hangen ze allemaal langs de balustrade. Stel voor dat je een heel flatgebouw zou hebben met gaais. Dan heb je een gaaimuur. En daar droomt ze van. En dan heb ik zoiets zo van, dat moet toch vragen oproepen? Ja. Daar moeten mensen toch bij gaan stilstaan. Dus het schilderen van gaais, voor mij zet het mijzelf ook stil bij het leven. Ja. En ja, ik heb ook het idee opgevat om een workshop te doen voor mensen die een gaai willen schilderen, hun eigen gaai willen schilderen. Of me uit willen nodigen om met 20 anderen een gaai te schilderen, vind ik ook goed. Maar op 4 mei heb ik op een camping in Vierhouten heb ik een recreatieruimte voor de middag ter beschikking gesteld gekregen. Dus kom maar. Kom maar. En schilder mee met de gaai. Schilder mee en maak je eigen gaai. En maak een statement. Ja. Mooi. Daarnaast heb ik ook bedacht, zo van als ik ze ga verkopen, is natuurlijk heel mooi. Want ja, niet iedereen wil of kan zijn eigen gaai schilderen. Je hoeft hem natuurlijk niet alleen op 4 mei in het raamkozijn te zetten. Je kunt hem ook aan de muur hangen. Nee. En toen dacht ik, als ik ze ga verkopen, dan kan ik daar ook nog, met de opbrengst kan ik daar nog wat mee doen. En waar wil je het aan besteden? Aan de organisatie Missing Peace. Missing Peace is een organisatie in Israël, geleid door een uit Nederland geëmigreerde Jood die daar dus de aandacht besteedt aan de juiste berichtgeving vanuit Israël. En zijn website is uitgeroepen tot de meest. Ik heb ook een pamflet van hem meegenomen. Ik heb een verkorte
voor korte info erover. Want hij heeft ook een boek geschreven. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik dit boek lees, dan... Ik ben geen mens van ingewikkelde verhalen. Dat lukt mij gewoon niet. En, ga naar de website. Dan denk ik zo van... Zijn website is uitgeroepen tot de meest informatieve en eerlijke berichtgevingswebsite over Israël. Je zou hem graag willen ondersteunen. Ik zou hem zo graag willen ondersteunen. Nou, mooi. En Gonnie, je had nog het boek, een ander boek bij je. Ja. Over kunstenaars vinden we over het algemeen een beetje bijzonder. Ja. Ja. Ik maar hou ervan toen zei je van ja, maar God is de schepper. En waarom kijken we dan zo gek naar de scheppers die er op aarde zijn? Leg eens uit. Ja. Nou weet je, als creatieveling, dan steek je nog wel eens uit boven of tussen de massa. Ja. Terwijl eigenlijk dat heel raar is. Ik zeg altijd zo van... mensen kijken dan naar je als iets bijzonders. En ik denk dan bij mezelf, ja, ieder mens is bijzonder. Dus ik ben normaal en de rest van de wereld is gek. Dat is heel handig om dat te blijven denken. Maar wat mij opviel, creatievelingen worden vaak kunstenaars. Ik heb een lijstje hier, kunstenaars zijn dronken, gek, blut. Onverantwoordelijk, eenzelvig, verdoemd, ongelukkig, geboren maar niet gemaakt. En dat is eigenlijk heel raar dat mensen dat denken. Want denk maar aan dichters, schilders, wat voor enorme verhalen er allemaal achter zitten. Dan denk ik, daar moet het toch langs de lijn van de tijd iets fout gegaan zijn. Want als we toch met z'n allen geschapen zijn door de grote creator, daarvan denk je ook al deze dingen niet. Nee. Tenminste, mag ik hopen van niet. Nee. Dus hoe zou het lijstje wat jou betreft moeten zijn? Kunstenaars kunnen zijn nuchter, psychisch gezond, goed bekas, verantwoordelijk, makkelijk in omgang, trouw, gelukkig en ontdekt, hersteld, gered. Al deze dingen kun je bij een kunstenaar, zou je daarbij moeten kunnen vereenzelvigen. Ja, en aan dat plaatje voldoe je zelf? Nou. Ik heb jouw psychiater niet gesproken. Heb je er een? Nee, ik heb wel een vriendin die psychiater is. Misschien dat best handig. Ik zal het er eens vragen eerdaags. Spoor ik wel. Uit welk boek komt dat? Dit komt uit het boek The Artist Way. Okay. The Artist Way. The Artist Way is een... deze is ook in het Nederlands vertaald. De titel heet The Artist Way, omdat het ook in het Engels The Artist Way is. Maar dit is een Nederlands boek. Dus. Er staan... allerlei prachtige verhalen in. Ja, geweldig. Ja. Goedie, we moeten afronden. Wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Mijn gebedspunt zou zijn dat we meer stilstaan bij de waarde van het leven en daarin ook het gebed dat we de cognitieve oorlog niet vergeten die er nog steeds aan de gang is tegen Israël. En dat we een organisatie als Missing Peace een warm hart toe kunnen dragen. En daar onze informatie ook uit vandaan kunnen putten. Die mensen zijn tot zegen voor ons. Oké, mooi. Dankjewel. Dan nog even de website als u wilt kijken naar... het werk van Gonnie. Ga dan naar de website www.atelierderarekwast.nl. Nou, doe maar op Facebook, want het schijnt dat die website een lek heeft. En ik denk dan als eerste zet er een emmer onder, maar dat helpt niet in dit geval. Nou, dus ik heb hem bekeken, maar ook naar Facebook kan het. Ja, naar Facebook is beter, want prima. Ik ben aan het werken mee. Hij is onder constructie, zoals dat heet. Mooi, dankjewel. De gebedspunten die eerder werden genoemd, Petra, wijsheid in de opvoeding. En Aad zei, laten we bidden voor de mensen die aan de rand van de samenleving zijn of dreigen te komen. Dat zijn de gebedspunten. En ik wil jullie bedanken voor deze uitzending, voor jullie bijdrage. En zegen met de Biëntendag en het koor en orkest en met de GAI. U bedankt voor het kijken. We zijn er morgen weer om 9:30. Tot dan.